Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 8 december. In deze aflevering zullen we wat meer aandacht gaan besteden aan het Omicron variant. Zoals we al allemaal weten is dit variant om exact te zijn op 24 november vastgesteld in Zuid-Afrika. Laat me even aangeven, die naam Omicron, het is een, hoe noemen ze de Latijnse bespellingen van het alfabet. En je kent alfa, beta, gamma, delta. En zo hebben ze uiteindelijk gekozen ook voor een naam uit het alfabet. En zo is Omicron ontstaan. De naamgeving. Waarom is een variant of concern gevaarlijk voor die wereldgemeenschap? Het is een pandemie, iedereen weet, COVID-19. Een variant, en Omicron in dit geval, er is nog weinig informatie beschikbaar. Het is voor het eerst opgedoken, ontdekt in Zuid-Afrika, waarna gelijk gerapporteerd is naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Intussen zijn er ook nog een aantal andere landen waar dit variant is opgedoken. Zo net nog gekeken, in Amerika is vandaag de eerste opgedoken. In San Francisco, Brazilië heeft ook al een case, weliswaar allemaal in isolatie. Maar het is zo dat op het moment dat een variant ontdekt wordt, betekent niet dat daar het is gestart. Betekent dat er al mogelijk verspreiding heeft plaatsgevonden naar verschillende delen van de wereld. En daar is eigenlijk dus nu die ontwikkeling gaande. En daarom zegt de WHO ook van, er is wel een variant, maar we moeten niet in paniek raken. En dat moeten we zeker niet doen, omdat wij nog weinig weten. Wat nu al vaststaat, dat het lijkt erop, na analyse uit de eerste rapportages, dat het virus besmettelijk, dit variant besmettelijker is dan de voorgaande varianten. Dus besmettelijker betekent dat je het makkelijker kan oplopen. Mensen kunnen het sneller overdragen naar een ander. En er zijn drie factoren. Besmettelijkheid. Tweede is het ziekteproces. Hoe ernstig kan een variant, hoe ernstig kan het ziekteproces zijn? Uit de voorlopige rapportages bleek dat Omicron mogelijk milder verloopt dan de voorgaande varianten, maar wel besmettelijker is. En het derde wat de Wereldgezondheidsorganisatie bezighoudt, en eigenlijk alle doktoren, is hoe effectief zullen de vaccins die tot nu toe zijn ontwikkeld en al toegediend aan zoveel mensen zijn tegen een variant, de nieuwe. En daar zijn er nog heel veel onzekerheden. Over de impact van dit variant die ontdekt is in Zuid-Afrika is nog weinig bekend en veel onzeker. Wel zijn er grote zorgen over de gevolgen ervan. Een korte toelichting van epidemioloog Ingrid Krishnadat. Hoe gevaarlijk is het Omicron variant? Dat is de vraag die iedereen zich afvraagt. Men heeft dus gezien dat deze variant, men heeft het 24 november heeft men het vastgesteld in Zuid-Afrika. En 26 november is het tot een variant of concern uitgeroepen door de WHO. De reden hiertoe is omdat het eigenlijk op een component van het virus, dat ze noemen het spike, de spike ervan, meer dan 30 mutaties heeft. En dat is heel veel. Bij Delta waren er, bij die andere waren er meestal 2, 4 of 6, maar dit waren er 30 plus. En dat maakte dus eigenlijk een variant die dus heel veel verandering heeft ten opzichte van het eerste virus. En dus die eigenlijk ook nog, behalve in die spike, ook nog andere genetische afwijkingen heeft. De vraag was dus gelijk van, oké, is deze, wat is hieraan gevaarlijk? Er zijn een aantal vragen die men zich afvraagt. Verspreidt het zich sneller? Is het virulenter? Dat wil zeggen, maakt het mensen erger ziek? Zijn mensen die gevaccineerd zijn beschermd? En hoe snel gaat het dus door de wereld? Nou, op de eerste vraag of hij zichzelf meer vermenigvuldigt, of hij zichzelf meer verspreidt, op die vraag kunnen we eigenlijk toch wel vrijwel als zeker ja zeggen. We hebben in een korte tijd gezien dat het al in meer dan, volgens mij is het al in meer dan 48 landen op de wereld,
En het is ook al niet zo dat het niet alleen maar imported cases zijn, zoals we in de eerste melding hadden gehoord van die 13 gevallen in Nederland, op de vlucht vanuit Zuid-Afrika. Nee, in Amerika heeft men al local cases gevonden, in Australië, in Nederland, in Engeland, etc. Daar zijn er al cases die dus eigenlijk lokaal al verspreiding hebben. Dus er is al het is al in de community van die landen. Vele van die landen doen niet aan strenge isolatie, zoals de Aziatische landen, China en Japan. Daar heb je vrij weinig problemen nog, omdat men echt die heel streng is met wat binnenkomt en waar men de zieke mensen plaatst. Ik zag zelfs in Japan, dat vond ik heel interessant, een ziekenhuis met robots. Dus zuster kan niet ziek worden, robot verzorgt je en zo. Echt een hele robot met een figuur zat zo te rijden door dat ziekenhuis. Of het was eigenlijk een hotel voor isolatie. Dus dat soort dingen doet men in sommige landen, maar ja, wij kunnen natuurlijk dat soort dingen niet doen. En dus zoals ik al zei, het is dus heel, heel erg besmettelijk. Het is, men zegt, 2 maal besmettelijker zelfs dan het Delta variant. En het Delta variant is wat we tot nu toe hebben ervaren als de meest desastreuze, verschrikkelijkste variant. En het is ook de variant die hier in de afgelopen maand heeft huisgehouden. En jammer genoeg ook een aantal van onze Surinaamse medeburgers heeft meegenomen. Dus dat is dus wel heel, heel, heel erg. Maar we weten niet hoe erg die Omicron eigenlijk is. Want tot nu toe lijkt het alsof Omicron mensen maar een beetje ziek maakt. De klachten die je krijgt met Omicron zijn ook een beetje anders. Je hebt geen smaak- en reukverlies. Dat is omdat het naar het schijnt die zenuwuiteinde van het endothelium dat bij die zenuwen zit voor niet aantast. Dus het is wat dat betreft wat anders. Je hebt ook geen verschrikkelijke hoest erbij. Dat schijnt men ook te hebben beschreven. Het is de doktoren in Zuid-Afrika die de patiënten hebben beschreven, die zeggen dat. Dus, en tot nu toe lijkt het erop alsof het geen ernstige ziekte veroorzaakt. Maar waarom kunnen we daar nog niet zeker van zijn? Het komt omdat we zijn aan het begin van het ontdekken. Het komt omdat we het hebben ontdekt, niet bij ernstig zieke mensen zoals we meestal pas ziekte ontdekken als mensen al in een verder stadium zijn. Men heeft het bij screening ontdekt. Een screening van ook nog mensen die dus eigenlijk op reis waren. Daar heb je eigenlijk de meeste. Je hebt de meeste gevonden, dus uiteindelijk bij importgevallen. Dus men moet eigenlijk goed kijken of die mensen die dus nu ziek zijn gevonden, of ze nou uiteindelijk ook ernstig ziek gaan worden of er ernstig zieken tussen gaan zijn. Ook heeft men meer gevonden bij jonge mensen. En men heeft tot nu toe bij corona gezien dat jonge mensen minder vaak ernstig ziek worden. Daarom zijn die oudere mensen als eerst gevaccineerd. Daarom kijkt men meer naar mensen met allerlei soort onderliggende ziekten. Maar die mensen schijnen dus nog niet aangetast te zijn door Omicron. En je kan ze natuurlijk geen Omicron gaan geven om te kijken of ze erg ziek gaan worden. We moeten maar kijken wat gebeurt. Dus eigenlijk ga je pas na 2 of 3 weken kunnen zien als er geen mensen zijn geweest die toch ook die ziekte heel ernstig hebben ervaren. Omdat het een tijdje neemt voordat mensen heel ernstig ziek worden en zelf ook nog voordat ze doodgaan. We zien in Zuid-Afrika, waar je dus eigenlijk de meeste gevallen op dit ogenblik inderdaad hebt, een ernstige stijging van COVID-positieve gevallen. Heel veel mensen zijn dus eigenlijk ziek, maar we zien geen ernstige stijging in de ziekenhuizen en we zien helemaal geen stijging bij de doden. Maar zoals ik al zei, dat kan misschien omdat je niet vandaag ziek wordt en morgen doodgaat. Je moet eventjes nog door een proces gaan, dus we moeten kijken of het inderdaad dat gaat gebeuren. Omdat de wereld niet de tijd heeft om te gaan wachten om te kijken of er mensen doodgaan, want als dat gebeurt, dan is het echt wel te laat. Is men dus nu heel voorzichtig en heel spastisch bijna, kan je zeggen, en heeft men de grenzen overal gesloten, op vele plekken gesloten, en is men in een afwachtende staat om te kijken hoe dit virus zich verder niet verspreidt, maar hoe hij zich verder manifesteert, kan ik zeggen.
Want hij gaat zich verspreiden. Het is een van de snelste verspreiders die we hebben. Tot nu toe waren er vooral varianten met één of twee veranderingen ten opzichte van alle virussen die we kennen. Het Omicron variant heeft er 32 extra. Dit kan betekenen dat dit variant mogelijk nog besmettelijker is dan andere varianten van het coronavirus. Dit variant wordt eveneens als het Delta variant gecategoriseerd tot een variant of concern. Wat is nu een variant of concern? Een variant of concern is een variant die dus eigenlijk karakteristieken met zich mee heeft. Waardoor we dus, omdat het woord zegt het al, waar we ons bezorgd moeten maken. En de karakteristieken die deze variant heeft, zijn eigenlijk die 30 plus mutaties en die genetische afwijkingen die het heeft gehad, die geen enkel andere variant heeft. Dus bijna kan je zeggen, het is een heel nieuw virus geworden. Hij is helemaal veranderd. Als die eerste Amerikaan was, dan is deze eigenlijk echt Afrikaan geworden. Hij is helemaal anders. Hij ziet er anders uit. Dus dat is dus eigenlijk, omdat het nog steeds dezelfde besmettelijkheid heeft, of de hogere besmettelijkheid, maken we ons zorgen dat hij dus ook nog een ernstig gevolg kan hebben. Dus dat is eigenlijk dat je je bezorgd maakt om de effecten die het kan hebben. Je moet erop letten, je moet erop een variant of interest is eentje die je nog bestudeert. Maar zodra het of concern wordt, moet je actie ondernemen, want hij kan gevaarlijk zijn. En omdat hij zich dus dusdanig heeft verspreid en zo snel, weten we dat als hij inderdaad ernstige gevolgen met zich meebrengt, heel wat mensen in een veel sneller en rapper tempo eronder gaan lijden dan eerder. Dus dan is dit eigenlijk de ernstigste vorm. Volgens Dr. Krishna Dutt, epidemioloog, beschermen de huidige vaccinaties, in het bijzonder de Pfizer-vaccinaties, wat minder tegen de nieuwe Omicron-variant. Dat is ook bewezen bij de passagiers die op de vlucht vanuit Zuid-Afrika zaten richting Nederland. Een ieder aan boord was gevaccineerd, en toch is het variant bij hun geconstateerd. Dr. Krishna Dutt roept een ieder op om zich te laten vaccineren en te gaan voor een boostershot. Dus de twee vaccins die we tot nu toe hebben geproclameerd van ga je vaccineren, dat schijnt ook minder te beschermen bij Omicron. Alle mensen die op het vliegtuig positief zijn getest, waren gevaccineerd, anders kom je bijna niet het vliegtuig in. En ze waren dus eigenlijk wel getest. En ja, gevaccineerde mensen kunnen besmet raken, dat weten we al. Maar hoever het ze beschermt tegen Omicron is ook niet echt duidelijk. Het lijkt er nog steeds wel op dat vaccinatie je beschermt tegen ernstig ziek worden. Dus het is nog steeds aan te bevelen, ga je vaccineren. En men heeft dus nu studies gedaan voor Pfizer. Die zegt, ga je booster halen. Want die booster is echt effectief. Die eerste twee prikjes, die schijnen in het lab. Men heeft dus bloed genomen van mensen die dus waren gevaccineerd met Pfizer en men heeft gekeken. En die twee prikjes schijnen maar een 30% te beschermen. Dus het derde prikje, vooral voor mensen die Pfizer hebben genomen, is zeer belangrijk. En eigenlijk voor alle mensen. Ik zou alle mensen die ouder zijn dan 60, mensen die onderliggend lijden hebben, mensen die obese zijn, echt sterk aanbevelen om het derde prikje te nemen. Want tot nu toe lijkt het er wel heel veel op dat het prikje je gaat beschermen tegen ernstige ziekten. En dat is heel belangrijk. En het prikje heeft ook invloed in ieder geval op je beschermen tegen Omicron. En je kan er zeker van zijn dat Omicron komt en dat het zich snel gaat verspreiden. In onze volgende editie van het COVID-19 journaal zullen we aandacht besteden aan de mutaties die dit variant met zich meebrengt. Gezegd kan worden dat dit variant de meest afwijkende mutatie is tot dusver. Dat wil zeggen dat dit virus zich mogelijk ook anders gedraagt dan alle andere varianten die we tot nu toe gehad hebben. We zijn aan het eind gekomen voor deze editie en ik wil u van hieruit een fijne voortzetting van uw dag toewensen. En vergeet u niet ten alle tijde de Mohana-maatregelen toe te passen. Tot de volgende keer.